en de onvoorstelbare achtbaan van het leven zijn zelfs de meest gevierde en beroemde individuen niet immuun voor de wendingen van het lot. Van financiële problemen tot persoonlijke worstelingen, in de video van vandaag zullen we kijken naar beroemde mensen. I do not know. This is affecting me in my house. It's affecting me. I don't know. It's probably affecting these women. Die van held naar nul zijn gegaan. Laten we beginnen. 11. Teresa Giudice. Teresa Giudice is het best bekend als castlid van de reality-tv-serie The Real Housewives of New Jersey. Haar betrokkenheid bij de show, die in 2009 in première ging, bracht haar wijdverbreide roem en fortuin. Er wordt gefluisterd dat de actrice meer dan 11 miljoen dollar heeft verdiend met de serie. Met veel verdiend aan haar rol in de tv-serie, modellenwerk en het verkopen van haar boeken, zou men denken dat Teresa genoeg had voor de rest van haar leven. Maar het tegenovergestelde is waar. In 2009 diende het echtpaar een faillissement in, waarbij schulden van meer dan 11 miljoen dollar werden genoemd. Dit leidde tot juridische problemen en zowel Teresa als haar man Joe werden beschuldigd van bank- en postfraude. In 2014 zat Teresa 11 maanden in de federale gevangenis, terwijl Joe meer dan 41 maanden diende voordat hij naar Italië werd gedeporteerd. De juridische procedures en financiële uitdagingen hadden een aanzienlijke impact op het gezin Giudice. Teresa richtte zich tijdens en na haar gevangenisstraf op het herbouwen van haar leven en het waarborgen van de financiële stabiliteit van haar gezin. Ze heeft nu een nettowaarde van $500.000 en is druk bezig haar acteer- en schrijfcarrière opnieuw op te bouwen. 10. Brett Butler. Een van de dingen die een beroemd persoon op de knieën kan brengen, is middelenmisbruik. Dit is cruciaal omdat veel beroemdheden zichzelf hebben verloren door middelengebruik. Helaas is Brett Butler een van zulke beroemdheden. Butler's carrière kreeg aanvankelijk vaart met haar stand-up comedy, wat leidde tot een succesvolle overgang naar televisie. Hoewel Brett een zeer succesvolle carrière had, kwam deze tot stilstand in de late jaren 1990. Haar financiën raakten enorm uitgeput door problemen met verslaving, een extravagant leven en andere persoonlijke kwesties. Haar carrière werd beïnvloed door deze moeilijkheden, wat resulteerde in de annulering van Grace Under Fire en een kortstondige periode van anonimiteit. Haar drugsprobleem was zo ernstig dat ze op het punt stond haar verstand te verliezen. Ze verloor haar carrière, haar status, haar geld en in zeer grote mate zichzelf. Maar Brett is momenteel op weg naar volledig herstel en we hopen oprecht dat de getalenteerde actrice herstelt en haar carrière opnieuw begint. 9. Sean Wise. Sean Wise is een van de beste acteurs van Hollywood, bekend om zijn reeks Greg Goldberg in de filmreeks Mighty Ducks. Hoewel de acteur en komiek een goede periode in Hollywood heeft gehad, lijkt zijn financiële situatie anders te zeggen. Net als Brett verloor Sean zijn fortuin aan extravagant leven, belastingontduiking en vooral middelenmisbruik. Sean belichaamt het klassieke voorbeeld van iemand die van genade valt. Hij ging van duizenden en miljoenen dollars verdienen met acteren naar een nettowaarde van de $500. Er wordt gemeld dat hij werkt aan herstel en er zijn inspanningen gedaan om hem te ondersteunen, vooral via het rehabilitatieproces. 8. Amy Locane. De carrière van Amy Locane begon scheef te lopen in 2010 door haar betrokkenheid bij een dodelijk auto-ongeluk in New Jersey. Ze was dronken en kon niet rijden. Het ongeluk eiste het leven van een 60-jarige vrouw en moeder van 2 kinderen. Amy werd aangeklaagd en beschuldigd van dood door schuld in het verkeer en mishandeling met een voertuig. Locane werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf van de maximaal 15 jaar. Na haar vrijlating uit de gevangenis vestigde Amy Locane zich in haar nieuwe leven als medewerker in een winkel nadat ze alles had verloren in de rechtszaak. 7. Joe Exotic. Joe Exotic verwierf beruchtheid door zijn betrokkenheid bij de handel in exotische dieren en zijn rol in de Netflix-documentaire serie Tiger King Murder, Mayhem and Madness. De documentaire Tiger King onderzoekt zijn leven, relaties en conflicten met andere individuen in de gemeenschap van exotische dieren, met name Carol Baskin. Joe was niet alleen een gedurfde man die zich bezighield met de gevaarlijkste wezens van de natuur, maar was ook diep verwikkeld in twijfelachtige activiteiten. In 2019 werd hij veroordeeld voor meerdere aanklachten, waaronder het proberen een huurmoordenaar in te schakelen om Carol Baskin te vermoorden en schendingen van de Endangered Species Act. Hij kreeg een gevangenisstraf van 22 jaar. Na het uitzitten van zijn straf ging Joe van een nettowaarde van meer dan 10 miljoen naar 1 miljoen dollar. Zijn financiële problemen waren verweven met zijn juridische problemen, waaronder beschuldigingen van misbruik van fondsen van de dierentuin en deelname aan frauduleuze activiteiten. Ondanks dat de beschuldigingen het restant van Joe's carrière hebben verteerd, is hij nog steeds vastbesloten om meer magie te creëren met zoveel mogelijk exotische dieren. 6. Lil' Kim. Lil' Kim is een van de eerste vrouwelijke rappers die internationale erkenning kreeg voor haar woordspelvaardigheden. Financieel gezien stond Lil' Kim voor uitdagingen, waaronder juridische problemen. In 2005 werd ze schuldig bevonden aan mijneed en samenzwering met betrekking tot een schietincident buiten een radiostation in Manhattan. Lil' Kim zat een gevangenisstraf uit van 2005 tot 2006.
Ze vroegen in 2018 faillissement aan en onthulden $2,5 miljoen aan bezittingen en $4,8 miljoen aan schulden. Verlies van eigendommen, juridische kwesties en andere persoonlijke problemen hebben enorm bijgedragen aan de afname van haar nettowaarde, die momenteel op $18 miljoen staat. Ondanks deze uitdagingen blijft Lil' Kim actief in de muziekindustrie. 5. Toni Braxton. Toni Braxton is een geweldige zangeres, songwriter en actrice. Echter, Toni heeft tijdens haar carrière te maken gehad met tal van financiële tegenslagen. Ze moest zelfs 2 keer faillissement aanvragen. Eerst in 1998 en opnieuw in 2010. De faillissementsaanvragen werden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder contractuele geschillen, managementproblemen en gezondheidsproblemen. Braxton's gezondheidsproblemen, waaronder haar strijd tegen lupus, speelden ook een rol in haar financiële moeilijkheden. Desondanks behoudt Toni Braxton nog steeds een solide nettowaarde van $12 miljoen en blijft ze actief in de entertainmentindustrie met het uitbrengen van albums en deelname aan verschillende projecten. 4. Charlie Sheen. Charlie Sheen is de meest controversiële acteur in Hollywood aller tijden. Hij verwierf beruchtheid door zijn openbaar gemaakte persoonlijke worstelingen, waaronder problemen met verslaving en juridische problemen. In 2011 werd Charlie Sheen's zeer gepubliceerde en controversiële vertrek uit Two and a Half Men vergezeld van grillig gedrag en het bedenken van uitdrukkingen als winning en tiger blood in de media. Financieel gezien ondervond Sheen uitdagingen in deze periode. Rapporten suggereerden dat zijn extravagante levensstijl, gecombineerd met de nasleep van zijn vertrek uit de tv-show, leidde tot financiële druk. In 2016 onthulde Sheen publiekelijk dat hij HIV-positief was, wat verder bijdroeg aan de media-aandacht rondom zijn persoonlijke leven. 3. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg is een van de grootste namen in Hollywood. Hij lijkt misschien een onberispelijke carrière te hebben gehad, maar dat was niet altijd het geval. De acteur heeft een controversieel verleden gerelateerd aan incidenten die zich in zijn jeugd hebben voorgedaan. In 1988, toen hij 16 jaar oud was, was Wahlberg betrokken bij afzonderlijke incidenten waarbij hij 2 Vietnamese mannen aanviel. In 1 geval viel hij een man aan met racistische opmerkingen. Als gevolg hiervan kreeg Wahlberg juridische consequenties, waaronder beschuldigingen van poging tot moord, hoewel de aanklachten later werden verminderd. Wahlberg heeft publiekelijk spijt betuigd voor zijn daden tijdens zijn jeugd en erkent welk leed zijn gedrag heeft veroorzaakt. In 2014 vroeg hij om gratie voor zijn veroordelingen, waarbij hij verklaarde dat hij zijn leven had veranderd en een positieve invloed wilde zijn. Gratieverzoeken werden echter met gemengde reacties ontvangen. 2. Shannon Richardson. Shannon Richardson is een Amerikaanse actrice die bekend staat om haar rollen in verschillende televisieshows en films. Naast haar acteercarrière raakte Shannon Richardson betrokken bij een strafzaak die publiekelijk aandacht trok. In 2013 werd ze gearresteerd en beschuldigd van het versturen van met ricine doordrenkte brieven naar toenmalig president Barack Obama en toenmalig burgemeester van New York City Michael Bloomberg. Richardson beschuldigde aanvankelijk haar vervreemde echtgenoot ervan verantwoordelijk te zijn voor de brieven, maar later gaf ze toe dat ze ze zelf had verstuurd. In 2014 pleitte Richardson schuldig aan aanklachten met betrekking tot de ricinebrieven en werd ze vervolgens veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. 1. Dennis Rodman. Dennis Rodman speelde voor verschillende NBA-teams, waaronder de Chicago Bulls, Detroit Pistons en Los Angeles Lakers. En hij won meerdere NBA-kampioenschappen tijdens zijn carrière. Buiten het basketbal is Dennis Rodman een kleurrijk en controversiële figuur geweest. Zijn activiteiten buiten het veld en zijn persoonlijke leven hebben aanzienlijke media-aandacht gekregen. Rodman was betrokken bij verschillende ondernemingen, waaronder reality-tv-optredens, professioneel worstelen en diplomatieke inspanningen. Ondanks al zijn ondernemingen zou men denken dat hij meer waard zou zijn dan de geschatte waarde van minder dan $1 miljoen. Hoewel hij meer dan $12 miljoen verdiende toen hij basketbal speelde, werd zijn geld ernstig slecht beheerd. Dennis viel ten prooi aan een oplichterij georchestreerd door Peggy Ann Fulford, die zich voordeed als een financieel adviseur. Ondanks hun nauwe relatie beheerde Fulford Rodmans financiën slecht, wat bijdroeg aan Rodmans problemen. In 2012 was hij bijna $90.000 verschuldigd aan kinder- en partnerondersteuning. De situatie legde de complexiteiten bloot waarmee atleten te maken kunnen krijgen bij het beheren van rijkdom en benadrukt het belang van financiële waakzaamheid. Wat vind je van deze beroemdheden en hoe ze hun rijkdom hebben verloren? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vindt, geef hem dan een duim omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op een van de schermen of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.